Waterwegen en Zeekanaal, kortweg WNZ, is een extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid. En wij beheren een zeer groot deel van de bevaarbare Vlaamse waterwegen en ook een deel van de gronden die er langs liggen. Het Zeekanaal Brussel-Schelde wordt 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bediend. Dat wil zeggen dat sluizen en bruggen bemand zijn. Verder investeren wij ook in moderne KMU-infrastructuur via ons PPS-programma. Dit wil zeggen de privaat-publieke samenwerking. Het houdt in dat de Vlaamse overheid 80% van de toch soms zware investeringen voor een bedrijf op zich neemt. In ruil daarvoor, voor die overheidsinvestering, geven zij een trafiekgarantie voor 10 jaar. Waterwegen en Zeekanaal investeert ook sterk in de aanleg en ontwikkeling van watergebonden industrieterreinen. Zo stellen wij een heel aantal hectare ter beschikking van ondernemingen die de modal shift naar de binnenvaart willen maken. Ze worden daarin verder geholpen door onze transportdeskundigen. Dankzij een samenwerking met FOCA en INISO kunnen wij deze experten ter beschikking stellen en zij analyseren de goederenstroom van de bedrijven die daarom vragen. We zijn dan ook blij om op te merken dat op die manier al verschillende ondernemingen de weg naar de binnenvaart hebben gevonden en samen met ons kiezen voor de weg van water.